Op 18 maart mogen we weer naar de stembus. Ditmaal voor de provinciale statenverkiezingen. Wij spraken met Peter Hermans van de Partij van de Arbeid en Johan Oost van de ChristenUnie. Deze verkiezingen zijn voor twee dingen belangrijk. De eerste is provinciale staten hebben een belangrijk stempel op economie, leefbaarheid en inrichting van de provincie zelf. Dat is natuurlijk waar de verkiezingen in eerste instantie om gaan. Daarnaast kiezen provinciale staten de Eerste Kamer. En het is ook belangrijk dat we stabiliteit in het land krijgen en dus ook continuïteit van beleid. Provinciale staten hebben met name ook belang voor onder andere de Tweede Kamer. Ook de provincie die is heel bezig met het afstemmen van allerlei belangen voor de gemeentes onderling in Overijssel en dergelijke. En daar moeten gewoon de juiste mensen op de juiste plek de goede beslissingen nemen. Ik heb mezelf verkiesbaar gesteld om een nieuwe periode van 4 jaar in te gaan. Ik ben op dit moment statenlid. Ik vind het belangrijk dat we een heel leefbaar en samenhangend Overijssel hebben. Waar mensen om elkaar geven, waar het goed werk en leven is. En waar wat dat betreft nog heel veel moet gebeuren. De ChristenUnie staat voor naast mensen staan. Dat is ook het thema van het verkiezingsprogramma. En het mooie van naast mensen staan is dat je ze dan overeind kunt houden als ze wat wankelen. Dat je samen optrekt, dat je samen ook met elkaar kunt afstemmen. In moeilijke situaties, maar ook in de goede situaties voor elkaar er bent. De Partij van de Arbeid staat voor een leefbaar en gelijk Overijssel. Voor ons staat primair werk, werk en werk. We hebben heel veel banen zien verdwijnen uit Deventer. We zien heel hoge werkloosheid in Twente. De Partij van de Arbeid is de enige partij op dit moment in de verkiezingsstrijd die een concreet plan daarvoor heeft. Daarnaast vinden we het ongelooflijk belangrijk dat de kernen leefbaar, bereikbaar blijven, dat de voorzieningen in stand blijven. We willen niet tornen aan de budgetten voor bibliotheken. En we willen ook dat de leefbaarheid in Overijssel toeneemt door een ombouw van de landbouw. We willen af van de intensieve veehouderij. We willen naar streekmarkten en streekproducten. Maar wat kunnen beide partijen betekenen voor Deventer? Er zijn hele goede punten genoemd op het gebied van verkeer en vervoer, verbetering daarvan. Deventer aansluiten op een nachtnet, zodat je ook tot later in de avond nog eens een keer naar een theater kunt gaan in het westen. Station Deventer-Zuid, waar we groot voorstander van zijn. Er zijn hele concrete punten waar echt wel werk aan de winkel is. Wij willen graag een monumentenfonds oprichten waarmee we monumenten opknappen. Dat is goed voor de bouwsector, maar veel belangrijker nog, we willen dat koppelen aan leerwerktrajecten voor jongeren. Wij willen in deze periode, in de economie groeit, maar nog steeds veel te veel mensen werkloos thuis zijn, zorgen dat jongeren nu via dit soort fondsen aan het werk komen, daarmee werkervaring opdoen en uitstekend gepositioneerd zijn voor de arbeidsmarkt als de economie het komende jaar nog verder aantrekt dan het nu al doet. Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Kijk dan op www.stemwijzer.nl.